Nou, Roel, gaat het? Ja, goed. Reuze leuke ervaring om een keertje te kunnen rijden zonder wedstrijddruk, maar gewoon hard rijden. We hebben voorwiel en achterwiel aangedreven nu gereden, dus in die zin zal het wel duidelijk zijn wat de volgende stap wordt. Maar wat precies weten we nog niet. Het is echt afwachten tot deze verkocht is. Roel had eigenlijk niet het plan om dit seizoen met de Nissan te rijden, omdat hij te koop staat. Maar hij is toch niet verkocht en de organisatie wilde toch graag dat hij deelnam. Ze hebben ze hem gevraagd als voorrijauto en dat deden we met groot plezier. Helaas met een kleine tegenslag, maar dat gaan we straks helemaal goed maken. Yeah.